Dus als ik die vergeet, heb ik echt blinde paniek. Zo. Ik ben benieuwd. Ik ook. Zit je zo lekker? Ja. Ik ook. Jij mag beginnen. Oké. Wat is de leukste eigenschap van je roomie? Dat je lekker ruikt. Nee, ik vind je gewoon heel erg chill lekker op de kamer. We kunnen lekker lachen, een beetje bij de hand opmerkingen maken. Je bent gewoon een hele fijne roomie. Nou, same. Wat zijn typische onderwerpen die jullie als roomies bespreken? Alles over geuren. En daar praten we denk ik wel een paar keer per dag over. Of ruiken we wel lekker? Of stinken we na de training? Of je moet me niet nu knuffelen, want ik ruik naar zweet. We zijn wel een beetje aan het tutten de hele dag. Ja. Nou, niet per se met make-up en zo, maar wel gewoon... We willen verzorgd voor de dag komen, ook al zijn we hier aan het hockey en sporten. Ja. Wat neem jij altijd zelf mee naar je hotelkamer, behalve je hockeyspullen? Sowieso mijn steltang. Dat is ook een beetje een ritueel van heel het team er komen, geloof ik. 4-5 meiden voor de wedstrijd lang. Dus als ik die vergeet, heb ik echt blinde paniek. Ik denk dat de rest ook paniek krijgt als jij dat ding vergeet. Ja, ik denk dat het heel team valt uiteen als ik mijn steltang vergeet. Hoe belangrijk is goed slapen voor jou? Nou, slaap is voor mij dus echt heel belangrijk. Want ik heb echt wel 9 uur per nacht nodig, denk ik. Tip voor lekker slapen, even die geurkaars aan. Lekkere aroma's door de kamer, word je rustig van. Ja. Nou, hier staat nog, imiteer de ander als hij slaapt. Maar die is eigenlijk leuker om jou te imiteren. Je hebt in elk geval een kussen nodig, dus dit kussen hebben we even nodig. Want Pini ligt normaal dus onder de deken, zo. Zo. Met haar oordoppen zo in bed. Met dit kussen zo vast. En als eerste wat je ziet is dit. Dan gaat het kussen die kant op. En dan gaan nog de benen nog zo. En dan ga je rustig slapen. Ja. Dat is Pien. En dat gebeurt ongeveer 3-4 keer per nacht. Ja, ik ben een drukke draaier. Ja. Dan weet je in elk geval dat Pien lekker aan het slapen is als dat gebeurt. Ik heb er nog wel één. Oh. Wat is de meest irritante eigenschap van je roomie? En misschien is het dan toch die mut. Die mot. Die mut. Die mot. Toch die mot. Toch die angst voor al die dieren. En dan is het telkens komt het op mij aan dat ik dit... Ja, jij was best een beetje boos op mij dat ik hem niet ging weghalen. Ja, eigenlijk wel. Ja, ik dacht van ik heb hem gisteren al weggehaald. Nu is het echt jouw beurt. Maar... Ja, nou, kan ik me wel in vinden. Maar verder gaat het eigenlijk hartstikke goed. Ik heb niet echt veel dingen die ik... We hebben het voor de rest gewoon heel gezellig, toch? Ja. Ja, zeker.